Frans en Mitchel van der Hoef. Elk weekend bij Barneveld. Mitchel en Bert. Mitchel en Bert. What the fuck? We love NBA Live. Ze houden er nog steeds van. Ja, we moeten het toch inhouden. Ja, dat schaap, hè, wat ik net hoorde, komt hij ook nog langs? Weet ik niet of die langs komt. Nou, dat zal vast wel, joh. Het is eigenlijk geen schaap, het is gewoon Matthijs. Ja. Matthijs Miet. Nee, maar hij is aan het werk, dus hij is nu klaar. Oké. Ja, hij komt er ook aan. Eigenlijk wou ik even beginnen met een bedankje aan de Markenniveau Show. Want als jullie voor Markenniveau intunen en je hebt het nieuws van NPLive helemaal gemist. Vandaag geen Markenniveau Show tussen 9 en 11, maar NPLive 2-jarig bestaan. Markenniveau, hartstikke bedankt. Wij gaan gewoon even door hier met de artiesten. Want in dit uur komen allemaal voor jullie langs. Bijke Bos, Jermaine Fleur, Mary Kay, Steffi en Tom. Dus een hele waslijst van artiesten. En natuurlijk ook in uur 4. Ook nog even de melding dat jullie na dit uur tv, want na dit uurtje stoppen op de tv, maar nog niet op onze studio webcam. Dus jullie kunnen het altijd blijven volgen tot 11 uur op www.mplive.nl/live. En vergeet natuurlijk niet gewoon onze link te delen, onze naam te sharen. En misschien maak jij wel kans op die heerlijke waardebom voor de smaak van Hamelink. Precies. Lekker ijs. Mm. Dus eventjes op Facebook of Twitter. Dat is @mplive Twitter en Facebook. facebook.com/radio-mplive. Misschien nog hives, maar dat is een beetje dood, dus doe maar gewoon niet. Hives is gewoon hartstikke dood aan het gaan, geloof ik. Hè? Ja, ik zit er ook bijna nooit meer op. Volgens mij gaan wij hier naar de artiest toe. Pijken staat helemaal klaar voor ons en hij gaat zingen voor nu. Wat zei je, Pijken? Once in my life. Oh, for once in my life. Oké, okay, dit is Pijken hier bij MP Live. Once in my life, I got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it, and long of good love, and I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Mr. Ike. Yeah. Once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it, and long have got love, and I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me, who needs me, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, who needs me, oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, who needs me? Dankjewel. Bijke Bos.
bij MP Live. Wat klonk het goed. We hebben hem nog nooit gehad hier. Maar we wouden hem heel graag. Ja, we wouden hem echt. En daar is hij dan. Heel graag. Daar is hij dan. De enige echte Pijke Pos. Goedenavond. Goedenavond. Ten eerste gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En ik moet toch zeggen, het klinkt toch echt goed door Pijke. Nou, dankjewel. Want waar kennen wij jou van? Waar kennen jullie mij van? Ik heb ooit een keer meegedaan Lingo. Oké. Okay. Net zoals... Bij mijn eerste zet in de ballenbak... Drie groene ballen in één keer. Nee. Volgens mij is dat opgezet spel, hè? Want er wordt meer Lingo gezegd. Ja, dat zei je Steffi ook al. Oh, meen je niet? Ja, dat zei Steffi ook al, ja. Potverdikke, nou, dat is misschien een artiestendingetje. Het is niet je eigen grap, wat flauw. Jammer. X-Factor. De X-Factor? Ja. Want hoeveel ben je precies geworden bij X-Factor? Ik ben vijfde geworden. Nou, dat is toch best hoog. Want ik heb gehoord, bij X-Factor ligt de lat nogal heel erg hoog. De lat was sowieso afgelopen jaar, dus de laatste X-Factor was zeer hoog, ja. En je zat in precies dezelfde serie als Tom Hazen, geloof ik, hè? Klopt. En daar ken je hem nog van? Ik ken hem nog, jazeker. Oké. Heb je zelfs nog plannen om iets te gaan doen in de tv? In de tv? Voorop staat natuurlijk gewoon mijn muziek. Dat is waar ik nu druk mee bezig ben. Ja. En de single zijn we druk mee bezig. Is al geschreven en geproduceerd. Binnenkort gaan we de studio in om hem op te nemen. Okay. Dus daar gaan jullie ook zeker meer van horen. Nou, ik ben echt super benieuwd. Ja, komt helemaal goed. En tv-ambities, ja. Waarom niet? Hè? Ja. Kom maar, ik weet niet. Baren... bij Baren Televisie. Ja, Eenland TV. Ja, je bent TV. Nu live op tv. Ja, zwaai maar van de camera. Ja. Ja. Het is toch wel spannend weer hoor, live op tv. Goed, Pijke, we gaan jou vanavond nog wel eventjes spreken. Ja. Maak fun met de boys daar. Gaat helemaal goed komen. En we gaan luisteren naar jouw maatje, geloof ik, hè? Helemaal goed, ja, dat is hem, hè. Die kleine krullenbol. Jermaintje. Doe je ding, jongen. Je weet het. Huh? Hij staat al klaar hier. Jermaine Fleur. Let's do it. Yeah. We're gonna turn this party up. All right. Ho, ho. Well, listen. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. See that light brown eyes with tears coming down. She deserves the crown. Now, mama, listen, señorita, I feel for you. You feel this thing that you don't have to. He doesn't love you, I can tell by his charm. But you can feel this real love if you just leave. Driving fast to my mind, oh, won't you slow it down? Will you carry on this feeling that might leave the ground? How would you like to fly? That's how my queen should ride. She still deserves the crown, but where is it now? Mama, listen, señorita, I feel for you. You feel this thing that you don't have to. He doesn't love you, I can tell by his charm. But you can feel this real love if you just lay in my arms, arms, arms. If you just lay in my arms, yeah. Alright, let's take it to the bridge. When I look into your eyes, I see something that money can't buy. And I know if you give us a try, I will cut up for you, girl. You no longer have to. Señorita, I feel for you. You feel this thing that you don't have to. He doesn't love you, I can tell by his charm. But you can feel this real love if you just lay in my arms. Yeah. If you just lay in my arms now, girl. If you just lay in my arms. One more time, come on. When I look into your eyes, I see something that money can't buy. And I know if you give
still try. Iedereen kent dit stukje, dus ik wil dat iedereen in de studio en thuis meezingt. De mannen zingen het volgende. Kom op, met alle mannen, kom op. Here we go. It feels like something's heating up. Can I leave with you? En de dames zingen. I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. En de mannen zingen, come on. It feels like something's heating up. Can I leave with you? En de dames. I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. En de mannen. Harder. I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you and the money. It feels like something's heating up. Can I leave with you and the diamonds? I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you, I'm saying, señorita, I feel for you. You feel this thing that you don't have to. He doesn't love you, I can tell by his charms. But you can feel this real love if you just lay in my arms. Yeah, 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 yeah. Come on, I keep playing. I'm working to play it for those people now. Listening to Bon FM. Yeah, one more time. Dames en heren, applaus voor Eike Kooi alsjeblieft. Waarom baas? Dank jullie wel. Nou, Jermaine is ook een baas hoor. Jermaine is ook een baas. Ze zijn hij vergeet zichzelf een beetje, geloof ik. Ze zijn samen gewoon bazen, kom op. Ze zijn samen gewoon enorm goed team, kunnen we zeggen. Jermaine, yo. Op dit moment in de studio van MP Live aangeschoven. Yes sir. Dat klonk weer erg goed. Dankjewel, dankjewel. Want je bent hier een paar weken geleden ook geweest. Hoe lang is het ongeveer geleden? Ik denk 3 weken of zo, 4? Dat is alweer langer. Ja, ik wou net zeggen, wel iets langer man. Het is alweer een aantal... Maandjes volgens mij. Ja, een paar maanden geleden. Maar, 3 maanden. Maar het is niet heel lang geleden. Ja. Drie maanden? Oh, ja, 3 weken, 3 maanden, allemaal hetzelfde toch? Ja, het is iets met een drie-getal. Daarom. Nu nog 3 keer optreden. Ja, dat komt wel goed denk ik toch? Ja, precies. Wel. Jermaine, heb je ook al een beetje leuk contact met de artiesten hier? Ja, sowieso. Voor mij 80% ken ik al gelukkig. Dus dat is een leuk samenkomen zeg maar. En ik heb ook weer een aantal super nieuwe artiesten gezien. Die Tom Hazen en die Sydney vind ik ook echt te gek. Dus heerlijk om te zien. En dan vraag ik het toch eventjes van. Ja. Talita is echt beginnend. Ja. Wat vind jij van Talita? Nou, ik heb haar bij de soundcheck al gehoord. En toen hoorde ik dat ze pas 1 jaar zong. Toen dacht ik van, fucking bullshit, excuse my French. Maar ik dacht echt bullshit. Maar blijkbaar is het zo. En ik vind er zeker voor als ze maar 1 jaartje zingt. Dan petje af of pruik af of haar af, hoe je het ook wil noemen in mijn geval. Cabochon. Nou, er werd net echt alle dingen gespeculeerd bij ons op de chat. Ja. Echt van alles en nog wat. Ja. Ook over je haar en van alles en nog wat. Ja. We moeten de groetjes doen aan heel veel artiesten zoals Steffi, Jermaine, Pijker. Groetjes terug. Nou, ja, jullie horen het. Het is in één klap gezegd. Jermaine, ik bedank jou heel erg. En wellicht gaan we straks in het eind van MP Live 2 jaar bestaan nog even met je praten. Komt goed. Jermaine, bedankt. Jullie ook, guys. Thanks. Nou, hartstikke graag gedaan. Al 2 jaar houden ze het met elkaar uit. Perry en Mitchell met MP Live. Dit lied is voor de krantenjongen midden in de nacht begonnen is er die ik 's morgens zie. En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren een beroemde voetballerse knie. Voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou als het bejaardenhuis ontwaakt. En voor de rapper als mezelf aan zijn eerste kopje koffie voor die op met z'n allen liedje heeft gemaakt. Voor de behanger die voor dag en dag begonnen is om 4:30 tot 5:00 die rollen heeft geplakt. En voor het meisje dat om 8:30 rijdt samen heeft en al 8:45 is gezaakt. Want hey, komt weer een nieuwe dag. Hey, dit is weer een nieuwe dag. Een nieuwe
dag, een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Dit lied is voor Roxanne uit de nacht. Dienst, ze dooft haar rode licht en ze slaat haar aan. En voor Peter, die zijn vrouw die zwanger is, een kopje thee brengt als ze zegt: de baby komt eraan. Voor de studenten in de kroeg, 20 bier was echt genoeg. Nu op de fiets naar het Shawarma Paleis. Maar men met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht, maar met liefde het vlees voor ze snijdt. En voor de basisschooljuf die met frisse moed begint in een klas waar ze het never nooit redt. En voor het winkelpersoneel die staat te wachten op de baas, hij is te laat, dan nog maar een sigaret. En voor de schoonmakers op Schiphol die je vliegtuig uit de rommel moet ruimen van de eerste passagiers. En voor de moeder op de fiets, wind tegen in de regen, breekt de kinderschool, ze heeft nog een kwartier. Dag. En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen. En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen. En voor de advocaat die iemand moet verdedigen waarvan hij zelf denkt: jij hebt het wel gedaan. Voor alle dertigers die Tupac en Biggie Smalls nog helder op hun netvlies hebben staan. En voor de vrachtwagenchauffeurs en de belastinginspecteur en de dame van de stomerij. Begeleiders van gehandicapte kinderen, de roken die moet minderen, de koeien in de wei. Hey, hier komt weer een nieuwe dag. Hey, dit is weer een nieuwe dag. Gisteren is geweest, we moeten verder. Hey, hier is weer een nieuwe dag. Hier komt weer een nieuwe dag. En we moeten zeker verder hier bij MP Live. Tweejarig bestaan. Jordi Lange Frans en Jeroen van den Boom met een nieuwe dag. Ja, haar clip is nog maar net uit. En ze staat al bij ons op de bühne. Ja. Dit is Mary Kay. Oh,
Dank u wel. Mary Kay. Hey. Ja, ik denk dat ga ik niet helemaal van Mary Kay. Nee, eventjes een beetje chill. Is dat een chill nummer? Dat al een keer gehoord. Hebben wij Mary Kay al een keer zo'n mooi rustig nummer horen zingen? Nou, ik vind... Volgens mij niet, hè? Ik vind toch dat Mary... Ik, om een of andere manier, maar ik vond hem nu eigenlijk echt... Super mooi. Ik vond hem vorige keer al mooi, maar nu is het. Maar supermooi. Eigenlijk ben jij meer een rockchick, toch? Eigenlijk wel, ja. Maar dit gaat me wel goed af, denk ik dan zo. Zeker. Ja. Echt, Mary, je bent echt nog meer vooruit gegaan. Nou, dankjewel. Veel geoefend ook? Veel studio vlieguurtjes gemaakt? Zeker, veel studio uurtjes, veel oefenuurtjes, veel uurtjes in mijn kamertje, uurtjes. Ja, ja. Allemaal uurtjes. Allemaal uurtjes, ja. Allemaal ik zag gewoon... Mary net, hè. Die zat hier zo aandachtig te luisteren. En ik dacht echt van, wow, straks zingt Mary Kay en nog in slaap, joh. Maar dat is dan weer net niet gebeurd. Net niet, net nee. Niet. Dat kon ik zo niet. Lekker rustig. Nou, dankjewel. Maar Mary, wij kennen jou natuurlijk van MP Live. Dat hoef ik eigenlijk al niet meer te vragen. Nee. Maar heb jij nog plannen voor in de toekomst? Ook net als Jermaine of Pijke of Natalia om mee te gaan doen met een tv-serie? Nee, ik niet. Bewust niet? Ik doe heel bewust niet aan tv-series mee. En ik probeer het gewoon op mijn eigen weg, op mijn eigen manier. En kijken waar ik kom. Ik heb altijd een beetje een instelling gehad van... als mensen vinden dat ik echt goed kan zingen... en mij echt een talent vinden, dan kom ik er wel. Maar kijk, daar is je titel ook op gebaseerd. On my own. On my own, je inderdaad. Doet het gewoon helemaal in je eentje. In mijn eentje. Je gaat er gewoon voor. Nou ja, natuurlijk kan je niet alles alleen. Dat is zo. Maar zonder tv-programma in ieder geval. Voor precies. Mij. Precies. Ja. Goed, Mary, hartstikke bedankt. En we gaan jou straks zeker nog een keer spreken. Nou, graag gedaan en tot zo. Ja, nou, tot zo. Tot zo. Tot zo. En ja, dat mag wel een beetje, ja. Kijk, we hebben nu een nieuwe sensatie hier in de studio staan. Wij hebben een nieuwe sensatie? Ja, want kom er eens bij. Ja. Het is DJ Dirty Bobs. Ja. DJ Dirty Bobs. DJ Dirty Bobs. Daar zit hij hoor. Ja, ja, eindelijk. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, niet alleen maar een gitariste, maar ook gewoon een dikke vet DJ in de studio. Ja, zeker. Dat is ook belangrijk. Dat is ook zeker belangrijk. Ja. Goed, Bob, hoe is het allemaal begonnen? Ja, het is vanaf kleins af aan al begonnen met het draaien van plaatjes en het maken van muziek. En het is alleen maar verder uitgegroeid. En nu ben ik echt bezig geweest en ik heb een track neergezet die jullie gaan releasen. En die nieuwe track die heb je vandaag uitgebracht, hè? Die gaan jullie nu uitbrengen? Ja, die gaan wij nu voor je uitbrengen. Die gaan jullie uitbrengen. Ja, je gaat hem voor de eerste keer horen ook echt op de radio. Dus zeg maar gewoon je radio-release. Ja, radio-release. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk. Want de plaat, wanneer is die echt officieel afgemaakt? Eigenlijk gisteravond. Dus het is heel kort afgegaan. Maar, Wij als MP Live mogen hem als eerste keer draaien. Ja, inderdaad. Als eerste. Ja. Goed, wil je nog een oproep doen voor de mensen op de chat? Dat ze eventjes gaan zeggen wat ze daarvan vinden? Ja, prima. Laat een comment achter. Zeg er wat van. Je kan naar ons tweeten. Dat is @MPLive. Op Twitter of Facebook. facebook.com/radioMPLive. Of je doet het gewoon eventjes in de chatbox plaatsen op de website bij de studio webcam. Hey Bob, jij wil vast niet langer wachten en gewoon het liefst jouw nummer nu op de radio horen. Gooi hem erop. Zullen we dat maar gaan doen? We gaan erop gooien. Dit is... Dirty Bobbers met de Switch. Welkom bij 2 jaar MPLive. We'll be right back.
deze tweejarig bestaan van MP Live. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the beat. Radio, hè? Toch op het allerlaatste moment horen dat je nu gaat optreden. De Shapeshifters waren dit en She Freaks. Bij het tweejarig bestaan van MP Live. En volgens mij is dat er helemaal klaar voor. Ik ga het gewoon live aan vragen. Steffi, welk nummer ga je voor ons doen? Valerie. Valerie. Nou, Steffi, ga los, zou ik zeggen. Ik ga los. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing. In my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you found the right man who fixed it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine? You were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I've come home, well, my body's been a mess. I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Don't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Stevens. Ik vind, hè, als zij hem zingt, heb je niet zo last van dat mama appelsap. Nee, ik hoor helemaal geen drinkje biertje. Je hebt dus in de originele Valerie, heb je ik drink een biertje. Luister even mee. En in mijn hand. Nou, dat bedoel ik dus. I drink biertje, dat zingt ze serieus. Ja hoor. Ja, dat maar, is die maar mama bij jou appelsap. Hoorden we het niet terug. Maar bij jou hoorden we wel de echte tekst gewoon terug. Oh, is dat zo? Ja. Oh, wat goed. Ik drink een biertje, die ga ik volgende keer doen. Ja? Vind ik ook leuk. Ja. Hey, ik drink een biertje, doe ja. Eens. Ja, drink je bier? Tuurlijk. Oké. Okay. Drink een biertje. Hey. Kan het wel. Hey. Goed, Steffi. Ja. Leuk, de tweede keer bij ons in de studio. Leuk, hè? Echt heel erg Ik vind leuk. Het hartstikke gezellig hier. Nou, mooi. Mm-hmm. Mooi. Nee, ik heb een vraag omhoog, die ga ik helemaal niet stellen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dan moet je stellen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee. Nee, dan moet je maar stellen. Zeg dan. Nee. Perry? Nee, ga ik niet doen. Oh, wat kinderachtig. Dit ja, is je altijd zo. Nee, ik doe het niet. Nee. Nee, dat is toch niet kinderachtig. Nee. Goed, laat even. Kijk, dit is ook misschien wel leuk. Mensen in de chat, hebben jullie nog een vraagje voor Steffi? Vraag nu in de chat. Moet je heel snel zijn. Ja, heel snel. Goed, Steffi, voor in de toekomst. Oh, mag ik even wat zeggen? Ja. Ik zie Valeska en Natasja en dat zijn echt mijn fans. Wat leuk. Oh, dat zijn die fans van ja, jou, ik hè? Heb heel leuk. Ja. Ik heb één meidengroep. Die noemen zichzelf de Steffi-maatjes. Dat zijn 9 meiden. Wat leuk. En dat zijn hele leuke, spontane, lieve meiden. En die sturen me ook altijd kaartjes en zo, weet je wel. Of verjaardag cadeautjes. En ik vind het leuk. Ik zie dat ze reageren super. Oh, skater. Leuk. Dus dat is gewoon. Je hebt gewoon ook echt een echte fanclub van verschillende meisjes door elkaar? Of? Ja, ze zijn. Valeska is denk ik de oudste. Die is net zo oud als mij. Die is 20, 21. Oké. Okay. En. De jongste weet ik niet ongeveer. Maar ja, gewoon leuke meiden. Ja, precies. Tieners. Dus echt zo'n tienergroep die, als ze jou zien op de vloer, Steffi, hoi! Ze gillen niet, maar ze zijn wel altijd heel blij. En okay. Ik ook, als ik ze zie. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is heel mooi. Nou, in ieder geval, het is natuurlijk, als je een vaste fanclub hebt. Ik bedoel, ja, wij van MP Live hebben een vaste fanclub. Ja, hè? Ja. Ja, vast ja. Wel. Ja. Jullie hebben sowieso vaste luisteraars. Natuurlijk. Natuurlijk. Dat zeker weten. En we hebben Steffi in onze fanclub. Come on! Nou, nog meer. Ja. Ja. Ja! Nee hoor, nee, ik ben fan. Nu iets meer overtuigend. Nee, ik vind het leuk. Hey, maar hoe gezellig is het hier, hè? Ja, gezellig toch? Top, ja. Dat zeker. Voor de rest, als je hier nou een artiest ziet bij ons, hè, je weet nu wie er allemaal zijn. Met wie zou jij ooit nog eens een duetje willen doen? Jermaine Fleur. Ja, yeah. Met Jermaine? Ja. Nou, ja, Jermaine, de microfoon staat open daar in de zaal. Schreeuw even, yes! Even heel blij. Ik ook met jou, Steffi! Ik ook met jou, Jermaine! Heerlijk! Heerlijk. Leuk. Altijd gezellig hier. Ja. En na Jermaine Fleur, heb je dan nog andere? Of zeg je, ja, Jermaine, dat is toch even meer mijn ding? Nou, weet je wat is? Een tijdje terug ben ik geopereerd aan mijn stembanden. Ja.
En ik ben altijd wel hees van mezelf. Maar ik ben nu nog steeds eigenlijk bezig om mijn stem weer helemaal goed te krijgen. Want hij is nog steeds niet wat het was. Mm-hmm. Dus als mijn stem straks weer helemaal goed is. Ja. Dan heb ik nog wel wat mensen waar ik wel een duetje mee zou willen doen. Oké. Okay. Maar dat zie ik dan nog wel. Misschien Pijken? Oh. Pijken, ja, die vind ik ook te gek. Oh, dankjewel. Ja. Oh, daar loert hij gewoon op. Oh. Nee, maar Pijken, dat vind ik. Ik zei het net al tegen hem. Ik vond echt wat een lekkere muzikale soul. Heerlijk. Ik zie een liefde verschijnen hier. Nee. Grapje. Goed, MPL Leefjes Sterzaken. Er zijn nog geen vragen geweest, hè? Vraag anders wanneer je weer ergens optreedt. Van Gaby. Gaby. Hoe weten jullie dat al? Nee, dat weet ik niet. ik heb op dit moment even geen optreden staan. Alleen ergens in april. Ik weet nog niet precies wanneer, dat laat ik weten als ik het weet. Dan wordt er een optreden gedaan, wat eigenlijk in Panama gedaan zou worden. En dat wordt nu in het Amstel Hotel, neem ik. Ik weet het niet precies. Ergens in april ga ik optreden. Ja. En dan laat ik dat weten. En via wat kunnen mensen jou volgen? Facebook. Ja. Gewoon even opzoeken, Steffie Zoontjes. Ja, Steffie Zoontjes. Precies. Ik denk dat wij klaar zijn voor onze volgende artiest. Volgens mij staat hij helemaal klaar. Tom, laat even weten. Ben je er klaar voor? Yes. Hij is er helemaal klaar voor. Nou, Steffie, mag jij Tom aangekondigen? Mag ik het doen? Ja, jij mag het doen. Oké, beste mensen, geniet ervan. En dit is het Tom... Hazen! Swimming, sailing, drowning in the sweetest waters of the world, drowning in your eyes. A, B, C, or double D, defying all the gravity, the greatest sense I'll ever be, oh, let me see your love. And the sea relentlessly, but all the more so pleasantly, you're teasing me with such professionality, it's almost like a shockwave through the roof tonight. But with you, babe, there's no roof tonight. No, 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 no. Keep doing that thing that you know I like. I'm ready to go. Turn the lights on out. I can read your mind. I know where this is going. I need your body now. Not anybody now. Please give me your love. Your body speaks love. Your body speaks love. Oh, come on, no, just let it go. Your legs are so, so supernatural. I can't really wait for much longer. Oh, soon I'm gonna have to go under. The covers make us lovers. Makes me rediscover all the other reasons. Oh, my love for you still deepens. I go around your fingers, pull your hair like a pro. I can't resist your sweetness now from up or below. Your anatomic almost got me features, made my mind blow. I just wanna hear you go, oh, yeah. Go, oh. Keep doing that thing that you know I like. I'm ready to go. Turn the lights on out. I can read your mind. I know where this is going. I need your body now. Not anybody now. Please give me your love. Your body speaks love. Your body speaks love. Feel the heat of your body radiating to me. I feel it warming up, sending all kinds of sensual sensations to me. Whoever is on top, no matter how well I may know your body from your toes until your tongue. There's no way, no way, no but I could ever ignore you, girl. You've got it going on. Oh. Keep doing that thing that you know I like. I'm ready to go. Turn the lights all out. I can read your mind. I know where this is going. I need your body now. Not anybody now. Please give me your love. Your body speaks love. You keep doing that thing that you know I like. I'm ready to go. Turn the lights all out. I can read your mind. I know where this is going. I need your body now, not anybody now. Please give me your love. Your body speaks love. Your body speaks love. Your
Your body speaks love. Your body speaks love. Your body speaks love. Tomase, dankjewel. Hier bij MP Live nog steeds het 2-jarig bestaan. Het is onwijs gezellig hier. Komt voor de mensen naar de studio, ja. Hij komt naar de studio. Komt, ja, ja, natuurlijk de één, de one and only. Yes. Tom. Zo. Zo. Echt op z'n Toms, hè? Zo. Zo. Tom, dat klonk goed, zeg. Dankjewel. Tom, hoe vind je het hier tot nu toe bij MP Live? Ik vind het echt supergezellig. Ik was hier de vorige keer ook al bij jullie collega's. Maar nu is het echt volle bak en allemaal hele gezellige mensen. Dus mij mag je de volgende keer bij jullie 3-jarig jubileum en bij jullie 2,5-jarig. En bij jullie 2-1 mag je allemaal uitnodigen. Okay, ik vind echt, ja, is te gek. Maar je bent uitgenodigd in ieder geval. Top. Vast voor de volgende keer. Ja, die deal staat. Okay. Zeker. Tom, ja. Heb ik die vraag al gesteld? Ik heb zoveel vragen gesteld aan artiesten, maar of jij nog ambitie hebt om nog verder te gaan in de tv-wereld? In de tv-wereld? Ja, of je zeg maar nog popstars of eventueel een comeback van idols, als dat ooit nog komt. Oeh, dat is lastig. Ja, ik heb toen aan X-Factor meegedaan en toen heb ik... dat was wel heel tof om in de Heineken Musical op te treden. Weet je wat ik nu doe is ook hartstikke leuk. Ik kan nu ook, dat is wel fijn, je kan lekker je eigen ding doen. Mm-hmm. En zolang mensen zo gek zijn om naar me toe te komen tijdens een optreden, dan vind ik dat hartstikke leuk. Ja, natuurlijk. Dus ik weet het niet. Misschien ooit nog eens, maar het staat niet te gebeuren dat ik aan The Voice 3 of zo mee ga doen. Dat, Nee. Maar, Voice 4 goed. Misschien? Nee, misschien Voice 7 of zo als dat is. Maar, dit, echt, ja, maar laten we zeggen, gewoon voorlopig eventjes alleen Tom. Ja, ik mag nu lekker. Het is zo lekker. Als je, ja. Gewoon lekker vrij en precies. Het is geen moeten, het is geen stress, het is gewoon lekker. Ja, net zoals Mary Kay, gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Gewoon on your own. Tom, dan wil ik ook even dat mensen, de artiesten uit de zaal, eventjes goed luisteren wat Tom nu gaat zeggen. Want met wie zou jij ooit, buiten Talita, een duet willen doen? Ja, met Talita doe ik al duetjes, dus dat is... Die is dan al afgestreefd, om het zomaar heel lullig te zeggen. Maar zo bedoel ik het niet, Talita. Dat is lastig. Hebben jullie een goeie voor mij? Ja, want het zijn zoveel goeie. Jouw stem... Past bij? Past bij. Ik vind Sydney. Ja. Sydney? Sydney. Ja. Sydney. Ja, een waanzinnige muzikant. Dus ik zeg ja. Oké. Okay. Prima. Nou, misschien dat we daar in het laatste uurtje nog even tijd voor hebben. Dan gaan we dan nog even kijken. Volgens mij, dit was het, hè? Dit was live tv. Dit was live. Ik mocht me afsluiten. Ja, jij was de laatste artiest live. Nou, artiesten, daar in de zaal. Sybrand, hoort iedereen mij? Iedereen hoort mij. Alle artiesten van de zaal, eventjes voor de camera. Bij ons tv met ons logo erop. Eventjes met z'n allen zwaaien naar de kijkers. Want dit is het, dit was het. MP Live, live op Eenland Televisie. Volgens mij horen ze daar helemaal niks van. Dat is veel te hard. Sybrand, zet die speakers eens wat harder. Hoort iedereen ons daar in de zaal? Alle artiesten even voor de camera. Ja, of ze vinden het gewoon veel te gezellig. Volgens mij is het gewoon veel. Ja, ze vinden het gewoon eng, joh. Of Sybrand wil die speakers gewoon niet harder zetten. Er staan ook nog wat artiesten buiten, geloof ik. Volgens mij staan ze aan de drank of zo. Ze staan overal en nergens, joh. Nou, helemaal niemand. Maar weet je wie er wel binnenkomt lopen hier? Gewoon? Ja, de enige echter, Justin Timmers. Hey, het staat al even een tijdje op de website, hè. Maar jullie moeten gewoon even met z'n allen op Justin en Jordy stemmen. Precies! Ik heb het al gedaan. Goed zo. Ik heb gestemd. Stem hun gewoon naar Starbeats toe. Ga naar onze website www.amplylife.nl. Lees dat stukje en klik op vote, stem of wat dan ook. Gewoon stemmen, gewoon doen. Overal waar je bent, want overal waar je bent kan je opnieuw stemmen. Dat is heel leuk. Ja, op elke computer apart. Ja, gewoon helemaal spammen. Gewoon doen. En allemaal stemmen. Dood spammen die keer. Helemaal, spammen en stemmen, juist. Dat moet je zeker doen. Spammen Hij en stemmen. Moet naar Starbeats. Yes. Maar goed, wie gaat er voor mij zorgen dat de artiesten voor de camera komen? Dat ding moet harder staan. Moet iemand anders gewoon heel hard schreeuwen? Ja, Sybrand wil hem niet harder zetten. Ik zie hem al. Nou, hij klikt dan nee. Sybrand komt er aanzetten. Yay. Daar heb je Sib. Ze horen jullie wel, maar ze luisteren niet. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Sybrand, kan jij dan niet voor zorgen dat ze voor ons voor de camera gaan? Kan je anders niet één artiest voor de camera kijken? Dat is ook al wat. Maar anders ga jij voor de camera. Ja, dan kan ik weer niet met jullie. Oké, nu staat hij volgens mij daar wel harder, hè? Hij staat harder. Artiesten! Aandacht alstublieft! Naar de tv toe! Nee, ze horen echt niks. Ze horen echt, ze zijn... Ze zijn aan het praten. Ze zijn doof artiesten hebben we hier.
Volgens mij dat ook, krijg ja. krijg je van al die muziek in je oren. Ja, ja, want dit was het allemaal op tv. En ik wil dat er nog natuurlijk wel even op tv komen, hè, Tom? Ja, Tom? Dat is wel de bedoeling, toch? Ja. Ja. Nou, als jij als artiest het voorbeeld gaat nemen en voor de microfoon gaat staan... Zal en ik zeggen, doen? Mensen aanvaar. Mensen, en dan? Ja, gewoon. Oké. Zal ik doen? Oké. Ja, doe maar even. Ja, ik ga lopen. Ja, is goed. Toch, goed, Tom. Nou, gooi even je microfoon open. Zo, staat open zo. Ja. Nou, ja, als het goed is gaan jullie zo meteen een hele bende vol talent. Ja, voor het moet toch even lukken, kom op. Voor de tv. Iedereen race voor de tv. Iedereen inderdaad. Ja hoor, kijk, daar komen ze allemaal. Eindelijk, eindelijk horen ze ons. Ze staan er, lopen, kom op. Ja, ja. Alle artiesten eventjes voor de camera. Oké. Ja hoor, allemaal eventjes. Welke camera is het? Iedereen. Welke camera? Dat is die ene die aanstaat. Die ene, ja. Ja, precies die. Ja, nee, ja. Maar waarom gaan jullie er niet bij staan? Oh, wij moeten er. Oh, wij gaan er ook even. Moeten wij er ook even bij staan? We gaan er even heen. Justin, jij bent goed in techniek, hè? Zeker, hoor. Ja, wij nemen het nu even over. Ja, dit zijn Jordi en Justin van... Justified Club Fight, maar ja, nee, die mogen dit even niet. Alsjeblieft. Thank you. Nu zijn we van F van Justin, alle artiesten. Hoor je mij daar? Ja, ik hoor jou luid en duidelijk, Per. Is goed, is wel. Nou, we gaan eventjes... alle artiesten, hartstikke bedankt voor vanavond. We zijn er compleet, geloof ik, hè? We zijn niet compleet. Oh. Wie missen we nog? Steffi. Steffi. Attentie voor Steffi. Naar de studio, alsjeblieft. Piep. Oh, die staat buiten te bellen. Oh. Oh, die moeten we halen. Nou. Jongen. Maar in ieder geval, het was het nog niet. Wel voor op de tv helaas. Maar we krijgen ook nog een aantal optredens natuurlijk. Tot 11 uur. Oeh. Weet niet precies wie het zijn. Volgens mij Sydney, die gaat nog een keer. Ja, en wie was het nog weer? Ja, Natalia en Talita en René gaan allemaal nog een keertje zingen. Ja, bijna iedereen. Ja, Jermaine niet. Nee. Nou, wat jammer. Ah, een volgende keer misschien. Yay! Even kijken, hoe laat is het? Per, ja, hij is er weer. Is Steffi er? Ja, daar heb je Steffi. Ja hoor. Bijna vergeten. Yeah. Goed, we gaan beginnen met speech. Hou we kort hoor. Artiesten, allemaal op een rij. Steffi. Mary Kay, gitarist Ike, René Verginkel, Sydney Magwood, Pijke Pos, Tom Hazen, Talita Daniel, Natalia Major en Jermaine Fleur. Allemaal hartstikke bedankt voor vanavond. Ik ben super trots op jullie en ik ben onwijs blij dat jullie erbij waren. En heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt. Even alle eer voor de artiesten. Voor de rest, op tv kunnen jullie... sorry, ik was niet in beeld. Ja, kijk, ja, het is live op tv. Hè. Goed, geniet voor de rest nog eventjes verder op onze website. Dan gaan we gewoon verder. Dat is www.mplive.nl/live. Gaat alles door tot 11 uur. En dan kan je deze ontzettend goede artiesten nog eens een keertje bewonderen. Bedankt voor het kijken op tv. En tot een volgende keer. En wij gaan nu snel weer verder op de radio. Perry die loopt dan naar de studio. En dan ineens stopt hij. Ja, dan wordt het eng, hè? Hoi. Perry, zit je alweer in de studio? Ik zit in de studio, ja. Zou ik naar je toe komen? Ja, doe maar wel eigenlijk. Ja, moet doe ik maar. Ja. Oké, dan ga ik dat doen. Ja, dat is helemaal goed. Wij gaan dan eventjes officieel afsluiten hier op tv, want het is... Ja, het is toch echt gedaan nu op tv. Het was echt een onwijs leuke ervaring. Ze hebben nog even mooi 1 minuutje naar je rug kunnen kijken. Ja, dat was echt een faal, jongen. Sorry, ja, goed, dat kan gebeuren. In ieder geval, alle artiesten zijn zo goed. Ik ben zo trots op ze allemaal. En we willen echt iedereen bedanken. Vooral alle artiesten, maar ook onze crew die achter de schermen hebben gewerkt. De hele avond en al die keren. En voor de jingles, hartstikke bedankt. Rutger Radstaken heeft lesmiddag nog even wat jingles voor mij kunnen produceren. Alle technici, ontzettend bedankt. Onder andere voor geluid hadden wij Siebrand Verwer. Voor tv hadden wij Erwin Hufner. En alle cameramannen natuurlijk onwijs bedankt dat jullie erbij waren. Zonder jullie hadden we dit niet mogelijk kunnen maken. Eventjes allemaal een groot applaus voor het team. Zeker. En dan gaan wij hier toch echt een einde rouwen aan de tv-uitzending. Maar op de radio gaan we verder. Mensen op tv, ga kijken op www.mplive.nl/live. Want daar gaat het feestje tot 11 uur gewoon nog lekker keihard misschien door. Misschien een afterparty of zo? Ja, we gaan zeker nog even afterpartyen hoor. Dat durf ik wel aan. Hey, en Perry. Ja. Ik wil jou ook heel erg bedanken. Ja, jij ook man. Dat is een top 2 jaar.
op naar de volgende 2 jaar. Precies. Goed, dames en heren, op tv. Wij gaan er tussenuit. Tot een hele volgende mooie keer. Welkom bij 2 jaar MP Live. Oh, put your drink back up, put your smile on.